zaten vooral heel veel op de laptop en zo. Eigenlijk naar al het speelgoed wel te kijken. En we mochten eigen prijzen geven. Na een informeel gesprek met de deelnemers reikte wethouder Marleen Dame donderdag ondernemersmedailles uit aan een groepje kinderen uit de Mors. Na school richtten ze onder begeleiding van de mixclubs eigen bedrijfjes op. Een bedrijf oprichten en zelf nadenken is wel een ontzettend mooie manier om te ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En dat is het hele doel hierachter natuurlijk. Om samen met kinderen jouw ondernemen te leren en te ontdekken hoe je dat doet. En dat doen ze heel knap. Wij hebben een bloemenbedrijf opgericht en we gingen dus langs de deuren met bloemen voor mensen te verkopen eigenlijk. Ja, we gingen ook op school. We hadden eerst aan onze juf gevraagd en die had het aan de rest van de school gevraagd. En toen gingen we langs en toen had iedereen gekocht en daar waren we echt heel erg blij mee. Ik wou echt al heel lang eigenlijk allemaal spulletjes verkopen, maar ik wist ook niet hoe het moest. Vanaf de eerste dag dacht ik echt zo van, ja, dit gaat echt heel leuk worden om te doen. En dat is ook zo geworden. Alle kinderen die deden ook gewoon super goed mee en zo. En we hadden heel goed de taken verdeeld. We hebben zelf ook allemaal mensen en zo opgebeld die ons allemaal konden helpen. Samen met Rogier, die is van de bank. En die heeft ons een cheque uitgedeeld. Bankier Rogier Gardien twijfelde niet toen hij werd gevraagd om de jonge ondernemers te helpen. Per team hebben ze €300 geleend. En tenminste, dat was dan hun idee om dat te lenen. Net als een echt bedrijf, hè, om het zo echt mogelijk te laten lijken. En wij hebben besloten om dat te doneren. Gewoon om ze ook te steunen. Kijk, de lessen die ze leren die zijn natuurlijk veel waardevoller wat dat betreft dan de cheque zelf. Maar het was wel leuk om op deze manier hun nog iets extra's te kunnen geven. En welk bedrijf zou Marleen Dama eigenlijk oprichten als ze geen wethouder was geworden? Zo, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over na. Ik denk iets met koken en eten, want dat is een grote hobby van me, allebei.